Eindhoven en Helmond. Overweg 43.6 is in de storing. Ik kom uit de horeca en ik zat in mijn pauze de krant te lezen en dan zag ik een advertentie. En daar zochten ze dus treinverkeersleiders. En er stond bij Inzicht, zochten ze en het was een betaalde opleiding. En het leek me, ja, het leek me heel erg leuk. Het sprak mij aan. We zitten nu in de simulatieruimte. En hier kunnen we heel mooi oefenen, want dit is natuurlijk niet echt. Dat kan nog niet. We moeten alles eerst leren. En hier kunnen we dus heel mooi dingetjes simuleren die we dan geleerd hebben. Wat heb je voor reden meegegeven met de verhindering? Een paar dagen nadat ik had gereageerd kreeg ik een mail met een linkje naar een e-assessment. Dus je kleine opdrachtjes moest doen en dan kreeg je filmpjes van mensen die het al doen. Wat het dus precies inhoudt. En dat was heel leuk om te doen. En dat heb ik blijkbaar goed gedaan, want ik kreeg daarna een belletje of ik bij de wervingsbijeenkomst wilde komen. En dan krijg je een sollicitatiegesprek en rondleiding door de seinzaal. En als dat positief was, moest je natuurlijk eerst erheen komen. Dan kreeg ik dus een uitnodiging voor een assessment. En dan gaan ze testen of dat je stressbestendig bent, hoe je met druk omgaat. Dan krijg je een gesprek met een psycholoog. Dan doe je een rollenspel met een acteur. Van hoeveel dingen je tegelijkertijd allemaal kan doen. En als je dat dus goed hebt gedaan, dan ben je aangenomen. Nou, het is dus een heel intensief sollicitatietraject waar je doorheen gaat. Maar dat is natuurlijk wel nodig, want je bent wel verantwoordelijk voor dat het treinverkeer normaal loopt. En daar zijn heel veel mensen mee gemoeid. Wat ik zo leuk vind aan de opleiding is de afwisseling. En dan het feit dat je dan hier in Utrecht bij het opleidingscentrum zit. Maar ook dat je met machinisten meegaat en alle mensen die je aan de telefoon krijgt. Dan ga je ook een keertje kijken, dus echt een dagje op pad. Nou, het is ontzettend leuk om te doen.